heb de zeekist gekregen. Ja. Ik ben Johannes Daniel Christophorus Frets. Zoon van Jan Frets, een blanke Hagenese uit de Druivenstraat. En Virginia Brown uit Paramaribo. Ik ben opgegroeid in Almere en dat is voor niemand leuk. Maar in die op het oog fantasieloze polder heb ik wel geleerd om mijn eigen verbeeldingskracht te gebruiken. Op die plek waar nog zo weinig was, leerde ik iets waar ik nog vaak naar teruggrijp, als ik het even niet meer weet. Laat je nooit afleiden door de ruis van de veelheid der dingen, van je haast, van je honger naar bevestiging van de mensen die er zogezegd toe doen. En blijf in zekere zin altijd op die uitgestrekte velden staan. Beeld je in wat je uit die leegte allemaal zou kunnen opbouwen. Het heeft mij het rotsvaste geloof gegeven dat de plek van de onbegrensde mogelijkheden niet het land is van de Stars and Stripes, hier duizenden kilometers vandaan. Nee, die plek is hier. Dat is Nederland. En ik weet dat het niet altijd makkelijk is om daarin te blijven geloven. De mens is grillig en er komt telkens maar weer iemand anders die zegt dat alles anders wordt. Beter, mooier. Mooier dan het was of mooier nog dan het ooit is geweest. Op de schaal van eeuwigheid zijn wij slechts een pennenstreek. Maar waar ik heilig in geloof is dat wij samen heus in staat en juist nu gebaat zijn bij het zoeken naar de weg van droom tot daad. En dat daar wetten tussen staan en praktische bezwaren, ja, dat weten we nu wel. Maar we moeten blijven hopen. Ja, we moeten blijven dromen, zolang we zullen ademen, de ogen wijd open. En omdat ik me weiger neer te leggen bij de teleurstellingen van vorige generaties, en omdat ik weiger te accepteren dat onze beste dagen al achter ons liggen, daarom kondig ik hierbij met de volle overtuiging aan dat ik me in 2025 verkiesbaar stel voor het minister-presidentschap van het Koninkrijk der Nederlanden. En ik nodig iedereen hier uit om samen met mij de lange en hobbelige weg daarheen met mij te bewandelen. Want laat je niet langer belazeren door het cynisme en het gedonder. Uiteindelijk is iedereen van Geertruidenberg tot aan Groningen, ja. Van Amsterdam tot aan Maastricht, ja. Van Rijswijk tot aan Almere, ja. Op zoek naar een ander harmonischer geluid dat ons niet als een boel bij elkaar houdt, maar werkelijk bindt. Dus ik vraag je, Nederland, raise your voice, because it can change a room. And if one voice can change a room, it can change a state. And if it can change a state, it can change a nation. And if it can change a nation, it can change the world. Nederland, laten wij de wereld ten goede veranderen. God bless you, and God bless the kingdom of the Netherlands. Thank you. De nieuwe Obama is gestaan. De stembussen zijn nog even niet open, dames en heren. We hebben nog even de tijd. Marcel Hartenveld was de man die gitaar speelde. We gaan straks praten over politiek. Zowel met Johan als met Gerdy Verbeet.